mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de PH Modpack. Jongens, ik heb er weer super veel zin in. Ik zit hier in mijn nieuwe crib. Nee, grapje, dit is van natuurlijk de crib van Roy van de livestream van gisteren. Jongens, ik wil meteen vragen, doe alvast een blauw duimpje omhoog, want dan kom ik zo meteen wel op. Maar ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor alle likes, voor alle support die jullie hebben gegeven de laatste tijd, ook tijdens de livestreams. 1500 kijkers en dat is gewoon insane. Dat is echt super insane. Thank you very much daarvoor. Ik vind het natuurlijk super tof, want wij, tenminste ik, wil de seed gaan releasen. En dan denken jullie waarschijnlijk van, oh my god, die wil ik heel graag. De seed, dus waarmee, dan kan jij in deze map ook spelen. En dan kunnen we iets nog gekkers doen. We kunnen ook de map gewoon weggeven. Ik bedoel, als jullie ook in deze hele gave dome willen beginnen, dan kan dat gewoon. Je moet gewoon een like achterlaten. En we gaan gewoon proberen te fixen als we de 3000 likes halen. Ja, het is ook een hele moeilijke challenge. Maar bij de 3000 likes geef ik de seed weg. En bij de 4000 likes geef ik de map weg. En dan denk je waarschijnlijk, oh my god, Sam, dat is zo extreem veel. Ja, maar je geeft ook niet zomaar eigenlijk een map weg. Daar moet natuurlijk wel wat werk voor in gaan. Dus we gaan gewoon kijken. Ik ben heel erg benieuwd. En we hadden vorige keer hadden we 3000 likes gehaald. Dus ik denk serieus 1000 directs erbij voor een, hoe heet het? Voor een map. Ik denk serieus dat het gaat lukken. Nou, zoals je ziet, dit is mijn crib. Dit is mijn huisje. En dat is Nyancat. Nou, superleuk natuurlijk. Hier kunnen we alle, dit is eigenlijk de wachtkamer, om zo te zeggen. Dit kan allemaal weg, want hier hebben we niks meer aan. Dus dit gaan we ook allemaal weghalen. En denken jullie waarschijnlijk misschien van, oh my god, Sam, sinds wanneer heb je dit allemaal gefixt? Nou, ik had dus een aflevering van 3 kwartier ongeveer gemaakt. Echt super lang. Ik zal het ook waarschijnlijk niet meer zo lang gaan doen. Dus het was een one time only thing. Waarschijnlijk als ik nog een keer andere grote dingen moet gaan bouwen, dan ga ik het sowieso wel allemaal opnemen. Dus dat is natuurlijk super tof. Net als de vorige keer dat ik dit dus 3 kwartier lang ging pimpen. Alleen, ik ga, vandaag is ook niet zo'n lange episode. Vandaag ga ik gewoon een beetje rondlopen. Een beetje kijken wat er allemaal nieuw is. Want zulke episodes vind ik eigenlijk heel erg bijzonder ook. En ik heb ook een gas tank nodig. Alleen ik weet niet of ik dat morgen ga fixen of vandaag. Want ik ben heel erg benieuwd eigenlijk wat iedereen heeft gefixt. Ik ben benieuwd wat Simoontje weer allemaal heeft gefixt. Want Simoontje die zit er echt super vaak op. En die komt elke keer wel met wat nieuws. Ik wil hier nog even gaan kijken en vertellen eigenlijk wat er allemaal bij moet. Om zo te zeggen. Dan weten jullie ook een beetje van wat er moet gaan gebeuren. Kijk, dit ga ik ook een beetje mooi maken. Het moet allemaal even, moet het weer even allemaal goed. Kijk, nee, we kunnen ook de stoelendans doen met z'n allen. Yeah. De stoelendans. We gaan even eerst naar de XP-ruimte. Want dat is natuurlijk gewoon de basic room waar we naartoe moeten. Nice, er zit super veel XP in. Want we moeten eerst trouwens even wat diamonds gaan fixen. Zo, hoppakee. My god, er zijn geen diamonds meer. Dat is best wel een heel erg probleem. Hebben wij nog wel überhaupt diamonds? Yo, what up, bra? Als we geen diamonds meer hebben, dan is dat best wel heel erg. Moet je kijken, al deze machines dan. Oh my god. Hebben wij hier diamonds? Nee, we hebben geen diamonds meer. We hebben, denk, geen dia's meer, hè? Dat is best wel heel erg crap als we geen diamonds meer hebben. Want dan kan ik mijn gear niet repareren. Ik heb nog zo'n oud Dutch killetje heeft nog. Maar ik wil niet al Dutch killetjes diamonds gebruiken. Want hij heeft misschien ook nog nodig in mijn huis. Oké, ik ga wel even kijken. Want ik wil gewoon nieuw armor maken. Ik wil nieuw enchants erop gooien. Ik vind dit, kan ik het disenchanten trouwens? Jullie zeiden dat je het kon disenchanten. Alleen, ik weet niet hoe je het moet disenchanten. Fixing cabinet. Oh my god, hier zit dus alles in. En wat zit hier dan in? Oh, dit moet ook allemaal gedisenchant worden. Hoe disenchant je trouwens, by the way? Want ik weet wel dat je kan disenchant. Want dit is een auto-disenchant. Alleen ik heb geen een boek erin. Oké, je moet een boek erin doen. En een item. Oké, dus we moeten eerst even een boek pakken. Een boek. Dan hebben wij paper nodig. Oké, dat hebben we ook niet. Oh my god. Dan hebben wij sugar canes nodig. Sugar canes. En hebben we serieus 1 sugar cane? Oh my god, we hebben 1 sugar cane. We hebben ook geen paper. Paper hebben we ook niet. We hebben ook geen boek. God damn it, we hebben niks. Dus dat betekent dat wij even iets moeten zoeken of vinden om een papier te maken. Hebben of heeft iemand sugarcanes / papier? Want het zou hartstikke fijn zijn als we wat papier hebben. Misschien heb ik wel wat in mijn chest papier. But ik denk het niet. Ik denk serieus niet. Ik heb nog steeds last van mijn keel trouwens. Dat het super crap is.
Ik weet niet hoe dat komt. Quill Dijkstra heeft het wel. Wow, wow, wow. Chillax, dude. Chillax. Oh, thank you. Thank you. Ik heb hier 13 diamonds. T. Nice, nice. Nou, heb ik eigenlijk niet nodig. Ja, eigenlijk wel. Uiteindelijk heb ik nodig. Alleen momenteel heb ik nog niet nodig. Want we hebben eerst... Moeten we auto disenchanten. Dus we moeten even kijken. Kijk, ik heb hier 3. Alleen dat is ook niet genoeg. Maar ik moet papier hebben. Papier, papier, papier. Ik denk dat we ook helemaal geen papier hebben. Ik bedoel, waarom zou ik papier moeten hebben? Toch? Ik heb echt alles van heel veel, maar geen papier. Niemand heeft papier. Oh, ik wel. Quill en Dijkstra natuurlijk. Quill, waar Ben? Oh, Ben, ja. Yeah. Oh, heb ik. Oh, Simontje heeft het ook. Dat is Kevin. En nee. Je hebt mij pas één aflevering kunnen zien. Oh, ja, nou. Bij de tunnel. Oké, ik kom eraan. Die staan dan hier. Nice. What up, bruh? Mag ik alsjeblieft papier... Waar Thorncraft is? Is hier Thorncraft? Oh ja, hier is Thorncraft. Oh my god. Hij pakt het weer op. Iemand pakt het weer op. Tenminste, I guess. Oh, there you go. Nice. Hoeveel is het? T. Dat is meer dan genoeg. Dan kunnen we dat even snel even gaan craften. Dat is natuurlijk super chill. Bam. Hebben we papier. En papier kunnen we dit van doen. En hebben we boekjes. En dan kan ik als het goed is nu allemaal gaan enchanten. Tenminste, auto disenchanten. Even kijken, omhoog, omhoog. En dus om... Hey. Oh, wacht. Ik dacht dat mijn item er nog in zat. Mijn boek. Dus een boek moet je hierin doen of zo? I do not know hoe dit werkt. Auto disenchanten. Oh my god, er gaat power vanaf. Energie gaat er vanaf. Is dit goed? Ik denk dat we dit even door moeten laten gaan. En we wachten wel even tot het klaar is, I guess. Dus here we go. En hij is klaar. Bam. Oh ja, dan krijg je inderdaad protection. En een lege boek. Oké, dus je kan wel inderdaad disenchanten. Laten we dat maar bij deze ook weer gaan doen. Want ik heb toch niet nodig. Hoppakee, dan neemt hij heel veel energie af. En dan moet hij natuurlijk gewoon dus al het energie wat er wordt gefixt daar beneden, wordt hierin gegooid. En dan wordt het allemaal geauto dis en enchant. En dat is precies wat we nodig hebben. Dus, wat hebben we nodig? We hebben leggings en een hat nodig. Ik denk niet dat ik daar genoeg voor heb. Ik heb er wel genoeg voor. Nice. Ik heb er echt net genoeg voor. Dan gaan we deze gewoon direct weer enchanten. Zo. Wacht. Is het niet eerst... Nee, het is eerst handig om te enchanten. En daarna misschien nog extra enchants erop doen. Ik wil sowieso een breaking erop hebben. Level 30 willen we zijn. Zo. En dan gaan we direct even enchanten. Level 30. What the fuck? Blast protection, absorption en respiration. Respiration is heel erg fijn ook om te hebben. Alleen zit geen protection op. Wat best wel heel crap is. Dus dat moeten we er even zelf op zetten. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Zo. Dan gaan wij deze pakken. Bam. Weer level 30, precies. De leggings heb ik al aangetrokken, dus die moet ik even uitdoen. Bam. Protection 3 en absorption. Don't like that. Don't like that at all. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Is hij al klaar? Hij is nog niet klaar. Hij gaat heel langzaam. Maar dat maakt niet uit, want we gaan even kijken. Wat vinden wij fijn om erop te hebben? Implosion. Nee, Infinity. Knockback. Protection. Au. Waarom doen ze dat? Waarom zijn ze zo gemeen tegen mij? Waarom slaan ze mij? Oh my god. Treasure looting, unbreaking. Unbreaking wil ik er misschien wel ook wel op hebben. Unbreaking 3. 1 enchant. En dit was protection. Oké. Dus dan kunnen we dit even allemaal opgooien. Kan ik deze sowieso hier opgooien? Hier zit al protection op, dus dat maakt niet uit. Protection. 18 level of enchantment levels. 18 is best wel duur, zeg. Voor protection. Maar ja, weet je, ik pak het gewoon, want ja... We hebben toch een tank met allemaal XP, dus dat is super gunstig. Iemand moet trouwens nog steeds even allemaal skeletons killen. Want ik denk dat het ook niet zo super hard gaat. Kunnen we zo meteen nog wel even kijken. Oh my god, ik stond er net op. Oké, deze had ik nodig. Even kijken. Bam. Nu kost het ineens level 20. Oh wacht, ik had een breaking erop gezet, of niet? Nee, wacht, dit is weer een breaking. Oh my god, dat ding glitcht natuurlijk. Bam, hoppakee. There we go. Nice. Misschien wil ik er ook gewoon wel een breaking op. En dat is 20 enchantment levels. Dus een breaking wil ik er ook heel graag op. Want dan gaat dat ding niet zo snel kapot. En uiteindelijk ben je dan gewoon minder XP kwijt. Dus dat is natuurlijk gewoon veel chiller. Dus deze gooi je erin. Plus een breaking. Bam. Hoppakee. En hetzelfde. En veel is kapot. Maar ik heb wel een dikke enchantment. Wat natuurlijk super gunstig is. Hier gaan we even opstaan. En is de auto enchanter klaar. Nice. En er zit dikke absorption op. Dus die gooien we hierin. En wij gaan even helemaal omlaag. Zo, want wij kunnen hier alles nu even in ME Terminal gooien. Wat natuurlijk hartstikke fijn is. Bam, bam, bam. Hoppakee. Alles in de ME Terminal gooien. Dit ook. En wow.
Van wie zijn deze Osmium boots? Ik heb werkelijk geen flauw idee, maar ik heb ze. Dus ik gooi ze hierin. Zie wat ze nodig heeft. Ze zitten daarin. Dus ze zijn best wel heel erg sterk. Dus, wat ik even wou doen. Ik wil even kijken of deze ten eerste vol zit. De gas tank is helaas nog niet vol. Want ik kan niet meer vliegen zometeen. Ik wou net vragen aan Simoontje hoe je een... hoe je gas moet maken. Want ik heb nog steeds geen flauw idee hoe je gas moet maken. Want het werkt wel met mechanism. Maar ik heb werkelijk geen flauw idee. Dus als jullie een ideetje hebben, zet het dan maar even in de chat, jongens. Want ik heb het nodig. Waarschijnlijk heb je iets nodig dus met dit. Met de electro separator. Alleen ik heb nog steeds geen flauw idee. Ik heb echt werkelijk geen flauw idee hoe je gas krijgt. En als het goed is, is het ook vet duur. Dus ik moet het zo snel mogelijk maken. Maar Gorgo Mites, laten we gewoon even snel rond gaan vliegen. En even kijken wat we nou allemaal hebben. Wat mijn idee was, jongens. En ik denk dat het nog best wel een heel goed idee was. Water eroverheen gaat niet lukken. De reden is, als je water eroverheen doet, dan spannen er allemaal monsters. En dat is niet chill, want er spannen heel veel watermonsters. En ook bij Erwin daar gaat alles gewoon kapot. En die hebben dan er heel erg last van. Dus water eroverheen gaat niet lukken. Maar je hebt als het goed is een soort van glowstone. Liquid glowstone noem ik dat. Ik weet het waarschijnlijk ook anders. Ik weet niet... Oh, hier staat hij. De Energized Glowstone Bucket. En hoe werkt dit nou? Het is eigenlijk liquid glowstone. Alleen dan, als ik het hier neerleg, gaat het naar boven in plaats van omlaag. En dat is heel raar. Dus het gaat gewoon andersom. En mijn fly staat weer aan. Dus ik zet mijn fly uit. Dus als we dat overal aan de randjes neerzetten, dan wordt dit een en al wordt het geel. En dat lijkt me ontiegelijk vet om een gele dome te hebben. Van de buitenkant. Of van de binnenkant. Want dan zie je dat glas niet meer. En dat is overal. En het geeft ook nog licht. Dus dat is ook natuurlijk super chill. Dus dat is iets wat ik zelf als projectje wil gaan doen. En dat gaat er denk ik ook super vet uitzien. Kijk, hier heb je allemaal water. En ja, dat werkt gewoon nog niet allemaal zo goed. En dit is ook allemaal kapot. Ik weet niet hoe dit komt. Maar het is kapot. Dat is natuurlijk ook minder chill. We gaan gewoon even eerst naar een projectje. Wat Duncan en Erwin aan het doen zijn. En dat is toch, ben ik best wel heel erg impressed mee. En laten we daar gewoon voor de elevators gaan gebruiken. Want ze hebben hier blijkbaar elevators. Dus we gaan omhoog. Pew, 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 pew. Oh my god, jullie denken waarschijnlijk nu echt van, waar in godsnaam gaan ze naartoe, hè? En wij zijn in hun skybase. Ja, ze hebben een hele grote skybase gemaakt, zoals je ziet. Nou ja, extreem groot nog niet. Maar ze willen echt meer van zulke eilandjes willen ze gaan maken. En het ziet er echt best wel heel erg vet uit. En wat hebben ze hier nou allemaal? Ze hebben hier alles denk ik heel erg basic. Ze hebben hier koeien. Koeien worden heel erg boos als je in de buurt komt. Of als je ze gaat slaan, sorry. Dus je wilt ook niet ze gaan slaan. Oh my god, ik val naar beneden. Je wilt niet naar beneden vallen zonder jetpack. Wat is dit? Een reinforced portable tank. Maar wat zit erin? Crescent oil. Oké. Coke oven brick. Hebben ze waarschijnlijk iets nodig. Kan je kool maken. Crescent oil. Voor railcraft. Erwin gaat heel erg aan railcraft. Dat is natuurlijk ook super tof. En voor de rest hebben ze hier... Wow. Wow. Hoe open je dit? Oh my god. Cinderfall sword imbued with the souls of the cinders. Unhit, deal additional damage as armor piercing fire damage ignites. Chance of summoning a cinder minion. Oké, deze wil ik even gaan testen. Oké, ik weet niet hoe dit werkt. Oh, je moet waarschijnlijk allemaal mensen doodslaan om die ding te summonen. Dus die doen we ook gewoon weer dicht. Poef. Maar hier hebben ze dus allemaal machines. Ze hebben hier gewoon basics. Ze hebben hier ook dus een MA terminal. Kan ik daarin kijken? Oh my god, ze hebben ook een MA terminal. Hoeveel diamonds hebben zij? Hun hebben 92 diamonds. Zie je, hun hebben veel meer diamonds. Waarom hebben... En hebben ze een XP boost? Nee. Dat kijk ik altijd of ze een XP boost hebben. Kijk ik ook gewoon elke keer bij ons van, hebben wij een XP boost of niet? Ze hebben ook best wel heel veel items. Dat doen ze best wel heel erg goed. Ze hebben ook een mundane ding. Ze hebben zelf ook een monitor en een ziek zwaard. Oh nee, dit is kebab. Ik dacht dat het een zwaard was. Het is kebab. Ze hebben best wel hele vette dingen. Dit is natuurlijk niet hun home base. Wow, wat is dit? Een elevator. Oh, dan kan je naar de bovenkant. Ja, echt superveel aan. Maar dit is dus hun kleine skybase. En het ziet er toch best wel heel erg vet uit. En dus, dikke shout-out naar hun twee. Want dit ziet er... Ik weet niet, ik vind het toch best wel heel erg vet dat ze overal van deze eilandjes gaan maken. En ze zijn ook veilig. Want als wij dus hier over water gingen neergooien, dan kwamen hier overal enemies. En daar heb je natuurlijk ook geen zin in. En dit, eigenlijk vind ik dit zo lelijk, hè, wat hier allemaal staat. Dit is allemaal geëxplodeerd en allemaal kapot gegaan, zoals je al ziet. Het was eerst een berg.
Het is ook eigenlijk een berg daarachter. Het hoort ook een beetje kapot te zijn. Alleen door al die enemies en zo is het eigenlijk nog meer kapot gegaan. Want ik weet niet of jullie dit nog kunnen herinneren. Dat ik gewoon hier liep, om zo te zeggen. Daar, hieronder, liep ik gewoon random. En toen was dit gewoon nog allemaal niet kapot. Hier kon je gewoon heel rustig kon je hier gewoon overlopen. En nu is het gewoon echt helemaal kapot. En overal is geloot. En overal hangt ook spinnenweb. Maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Want het ziet er gewoon super vet uit. Ik wil even kijken wat een paar van de solo mensen aan het doen zijn. Ze zijn waarschijnlijk allemaal in ons groot gebouwtje. Oh my god, wie heeft hier nou weer een quarry neergeplaatst? Niet dat het erg is of zo, alleen het ziet er wel lelijk uit. Oh snap, dan moeten we zo snel mogelijk eigenlijk ons serverproject afmaken. Wat ik trouwens binnenkort ga doen, want jullie vinden livestreams vinden jullie blijkbaar dus echt super leuk. Dus ik ga ook meer livestreamen en dan kan ik ook veel grotere projecten sneller maken. Ik weet niet wie dit is. Ik weet in flauw idee niet wie dit is, maar hier heeft hij dus een eigen crib. Hier kan hij gewoon lekker zijn ding doen en dan kan hij ook gewoon lekker gaan bouwen. En, what the fuck, wat is dat op mijn minimap? Moet je kijken wat ze daar allemaal hebben gemaakt, zeg. Daar links. Oh my god, daar wil ik even snel naartoe. Ik zie ook lekker quarries daar. Hey, ik vind natuurlijk geen enkel probleem als je quarries gaat maken. Like, go ahead, dat moet je natuurlijk doen. Alleen, uiteindelijk krijgen we natuurlijk een nieuwe wereld. En dan kan je veel makkelijk en veel sneller kan je. En zonder dat het er lelijk uitziet, kan je dingen gaan minen. Oké, dus dit is ook inderdaad een quarry. En ik word aangevallen. Maar van wie is dit huisje, zeg? Dit ziet er echt gezellig uit. Hij heeft hier gewoon een huge farm overal neergegooid. En dit ziet er best wel uit als een soort space station, als ik het zo zie. Maar van wie is dit? Van wie in godsnaam is dit? COI. Even kijken. COI. Dit is van Menno TG. Deze bro die gaat heel erg hard. Holy shit. Dat doet hij heel erg goed. Hier heeft hij ook gewoon lekker veel tanks. Met XP erin. Super nice. En hier beneden heeft hij een netherbrick. Hoe de fuck heeft hij netherbrick? Hoe heeft hij netherbrick gescoord? Hij is gewoon aan de nether geweest. What the fuck? Deze bro die gaat zo goed. Dit is niet normaal. Het is echt. Dit moet je zien, jongens. Dit is iemand dus die alles in zijn eentje doet. En een dikke shout-out dus naar Menno. Want holy damn, ik ben toch best wel heel impressed. Want kijk hier. Oh, hoppakee. Fuck, ik ben heel rijk. Ik gebruik gewoon Iron Slab. Yeah. Heel veel van. Nou, niet heel veel. Sommige solo mensen zetten echt van. Het is echt moeilijk. Het lukt niet. Maar kijk deze bro dan. Deze maakt gewoon een base. Hij heeft niet eens een dak erop. Want een dak is overrated. Wat is nodig voor Mark 4 Armor? 16 Extreme Essence. Ja, precies. Je hebt dus voor Mark 4 armor, is supersterk armor en dat gaat hij dus bouwen. Hier heeft hij nog een ruimte. What the hell, dit ziet er echt heel erg goed uit. Maar ja, in ieder geval dikke shout-outs naar hem, want hij heeft een awesome gebouw. Gebouw. Hij is, laat ik zeggen, al super ver en dat ziet er natuurlijk super tof uit. En what the fuck is dit dan? Like, what the hell is dit? What the actual hell is dit? Wie heeft dit gemaakt? En het ziet er heel raar uit. Oké, wacht, er staat hier een jump. Oh, je moet jumpen. Pew, 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 pew. En er staat hier boven, sneak. Oké, ja, dan kom je hier boven. Maar wie heeft dit gemaakt dan? Ik denk DJ Tim, of niet? Maar heeft Menno ook gemaakt? COI. Ik denk dat Menno en DJ Tim dan samen zitten. Want dit is als het goed is allemaal van DJ Tim. Zoek de mod Magical Crops op in je NAI voor de armor, net zoals eerder. Oh my god, hij heeft al deze dingen gewoon gratis gekregen. Eldritch Ball, warm to the touch. Oh my god, hij heeft zo'n goede armor. Holy damn, flimflam. Oh my god, er zit overal flimflam op. Flimflam, dat gaat hij niet leuk vinden. Want flimflam is eigenlijk. What the fuck, waar is het dunner? Oh, hier. Flimflam is eigenlijk een random enchant waarmee alles kan gebeuren. Dus je kan een Wither als goed sparen. Je kan 5000 creepers kan je sparen. Je kan dingen laten ontploffen en zo. En dat is allemaal wanneer jij aangevallen wordt. Dus als ik nu een hit krijg, kan ik ineens allemaal creepers om me heen spawnen. Ja, is dat leuk? Wil je dat hebben? Denk het niet. Nee, dat is super crap natuurlijk. Jongens, dit was de aflevering voor vandaag. Het is eigenlijk een klein kort server toetje om zo te zeggen. Ik hoop dat jullie meer van zulke afleveringen willen zien. Want ik vind ze zelf hartstikke leuk. Gewoon even kijken wat iedereen heeft gemaakt en gebouwd. Morgen gaan wij gewoon een gas tank maken. Want ja, hier is er nog maar 3% van de 100%. En dat is natuurlijk super crap. Dus gaan we even wat gas fixen. Maar ik moet eerst even weten hoe ik dat moet maken. Ik kan het natuurlijk ook zelf opzoeken. Maar ik vind het veel leuker om reacties te lezen. En daar leer ik ook veel meer van. Dus
Dus dat is natuurlijk gewoon veel leuker. En wat is dit kamertje eigenlijk hier? Ah, dat is gewoon een bed. Een chille bed hier zo van iemand. Ik weet niet van wie, maar hij is van iemand. En voor de rest is het eigenlijk allemaal wel basic. Dit kennen we allemaal wel. Oh, hierboven zijn ze ook nog iets aan het maken of zo. Wat is dit dan? Het is gewoon een random cave hier zo. En hier naar beneden is niks. Dit is de road naar de tempel. Oh, hier gaan we dus een road naar de tempel maken. Dat is fucking slim, hè? En daar zijn ze ook al super fan mee, zoals je al ziet. Super tof. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zeg, peace!